Het Amerikaanse detachement komt uit Jacksonville, Florida en bestaat uit zo'n 100 mensen. De piloten binnen der wies mij dat ze hier oefenen meien. We can learn about integration. There's always stuff to learn from each other. People do things slightly different. They have a different way of looking at things. And so it's just an opportunity to bounce ideas off of each other and get better for both countries. De onwijzigheid van de Amerikaan liek het wat op het sjenlitten van de spierbal in de richting van Rusland. No, I wouldn't characterize it that way. You know, we've been over here for 70 years conducting exercises and working with our coalition partners, and we're continuing to do the same. And also to reinforce, you know, our commitment to the security of the European continent. Spierballen of net, de Nederlanders hebben een goede oefenpartner voor de komende weken. We willen altijd graag trainen met coalitiepartners, met internationale coalitiepartners. En de afgelopen jaren, door alle uitzendingen die we gedaan hebben, hè, vanaf voormalig Joegoslavië tot aan Kosovo, Afghanistan, Libië en nu weer in het Midden-Oosten, is dat aspect van onze training eigenlijk een klein beetje onderbelicht. En dat proberen we elk jaar wel weer op te poetsen met Freezing Flag. Maar nu hebben we een unieke kans met Amerikaanse F-15's die hier voor een maand komen, een week voor en een week na Freezing Flag, om met hun nog wat extra te trainen in verschillende vliegtuigen en om de procedures op elkaar af te stemmen.